Hallo meneer, vandaag sta ik voor een papiercompany en ik verkoop speciale toiletpapier. En zoals je ziet is dit speciaal vanwege de ribbeltjes die zorgen voor comfort. En het mooiste is, het is biologisch afbreekbaar. Het is ook makkelijk eraf te halen, zoals je ziet. En kan weer terug als het een beetje te ver is uitgerekt. Wanneer ben jij voor het laatst naar het toilet geweest en heb je toiletpapier gebruikt? Oh, 15 minuten geleden, precies. En hoeveel gebruik je dan? Nou, ik kan je vertellen, je hebt niet veel nodig om gebruik te maken van toiletpapier van de papiercompany. Want wij ontwikkelen juist de beste en zuinigste toiletpapier. Je hebt nog een klein beetje nodig. Binnen zijn weer schoon. En dat is het. Je hebt maar weinig van nodig en bespaart je ook nog geld. En ik kan je vertellen dat bij elk toiletbezoek dat je dit gebruikt, dat je zal genieten. Want er zitten van die kleine ribbeltjes zoals je dat ziet. Lekker. Zacht. Zorg voor extra comfort. Je weet dat tegenwoordig wanneer je naar de supermarkt gaat, toiletpapier te halen, dat toiletpapier vaak heel duur is. En ik kan u vertellen, bij aankoop van een rol toiletpapier is het nu 2 cent. Omgerekend is het per stuk 2 cent. En het is ook nog biologisch afbreekbaar. Waar hebt u voor het laatst biologisch afbreekbaar toiletpapier gehaald? Nou, nergens dus. En dit is ook nog milieuvriendelijk. Nou, zoals je ziet. Kijk. Het is heel anders dan het toiletpapier die u haalt. Het is zelfs goedkoper. Het toiletpapier die u meestal haalt, toch? Welk merk kiest u meestal? Wat? U gebruikt geen toiletpapier. Dus u wilt zeggen dat u elk toiletbezoek geen toiletpapier gebruikt? Meneer, dat kan. Oh, u doucht gelijk. Ja, dat kan ook. Maar dan verspil je weer water, hè? Ja. Maar ik, met toiletpapier, ik geef jou een aanbieding. Een hele leuke aanbieding. Krijg 2 pakken toiletpapier gratis. Zodra je 1 pak haalt, de actie is alleen vandaag geldig. Wij maken reclame. En omdat het reclame is, krijg jij 2 zakken toiletpapier gratis. Wanneer je er eentje haalt. Dan krijg je nergens. Je kan zeggen, we zijn net begonnen. Ja. En we weten dat dit een succes wordt. Ja, ik bedoel, altijd reclame maken, hè? Goede naam te maken. Ja, je weet toch. Ja, dit is lekker zacht. Ik verzeker, ik gebruik het zelf ook. Het voelt lekker. Er zit geen ruwe randen aan. En je pocht van het papier, wanneer je het afveegt, dan blijft er nog stukjes aan plakken. En dat wil je ook weer niet. Dit is milieuvriendelijk. Zorg voor comfort. Het mooie is, het is betaalbaar. Nog goedkoper dan normaal papier die je haalt. Ik kan je vertellen waar ook een supermarkt je kan halen. Nee. Bij de meeste supermarkt zullen we die plaatsen. Dan kan je ze halen in je eigen buurt. En wanneer je ze nodig hebt, wat ze dichtstbij zijn naar de supermarkt bij jou. Oh, 5 minuten. Nou, perfect. Komt het goed uit? 5 minuten heb je gewoon toiletpapier. Dan heb je ook nog 2 zakken gratis. Ah, bij aankoop van een zak. Die kan je niet halen. Het is de kans. Haal hem. Grijp je kans. Probeer het uit. En laat me weten hoe het is. En geloof mij. Je zal zo blij zijn dat je goede reviews al achtergelaten. Dat je me zal benen. Je zal persoonlijk komen om mij te bedanken. Dat dit gewoon een geweldig product is. Nou, wie is de oprichter? Nou, kan je vertellen. Dat ik de oprichter ben.
gelanceerd. Is gewoon dat de mensen het nodig hadden. En de mensen houden van. Tegenwoordig van milieubewust. Zijn milieubewust. Houden van biologisch afbreekbaar. Houden van comfort. Nou, en we houden ook van betaalbaarheid. En dat is belangrijk. Ik speel daarin. Nu ook een heel grote rol in de maatschappij. En ik zorg dat mensen mij dankbaar zullen zijn voor het product dat ik heb gelanceerd. En ze zullen niet vergeten voor de mooie aanbieding. 2 zakken toiletpapier bij aankoop van 1 zak erop en 12 papier. Dat is toch geweldig. Waar kan je het vinden? Vertel mij, waar kan je het vinden? Nergens toch? Precies. En nu is het de kans. Nou, oh ja, ik was vergeten te zeggen. Op is op, hè. We hebben nog 100 acties te gaan voor 2 gratis zakken rollen toiletpapier. Maar dat is het. Hé. Hey. Ja, ik bedoel, dat is toch wel deze actie. Dan moet je best wel snel zijn. Ja, precies. En jij bent de gelukkige dat je dit kan halen. En ik gun jou dat. Ik heb een hele grote fun factor voor jou. En jij hebt ook een fun factor met mij, neem ik aan. Omdat ik het goed doe voor dit maatschappij. En ik ben er voor jou. En daarom gun ik jou 2 zakken gratis rollen toiletpapier. Omdat jij weet dat ik haalt. Ja, maar ga je het afrekenen? Ja, bij de kassa daar. Kassa 3. Bij kassa 4 kun je ook pinnen. En zoals je ziet, kassa 1 zijn de mandjes, kassa 2, dan zie je een beetje druk zijn, dan de 3 en 4 kan je toch afrekenen. Je hebt denk maar dat je een pinpas hebt, toch? Je pint dan bij kassa 4, bij kassa 3 kan je gewoon lekker normaal met contant betalen. Ja, zoals je ziet daar bij de kassa's. Nou, perfect. Nou, ik ben wel blij om te gesproken te hebben, joh. En ja, ik neem maar dat je nog vaker komt om dit te halen. Nou, dat is een goed spel. Nou, zoals je ziet, nou, ik vind het echt wel, anders zou ik hem echt gewoon niet lanceren. En nou ja, hoe vind je het verder? Ik bedoel, eruit zien, verder, nou ja, het ziet er natuurlijk als normaal toiletpapier uit, hè, natuurlijk. Ja, weet je, maar verder zie je, zoals je ziet, die bobbeltjes, zie je die rubbeltjes, bedoel ik. Zie je gewoon dat het gewoon bijzonder is, kijk hier, zodra het gebruik van maakt en tegenaan houdt tegen je huid, is gewoon lekker zacht. Daar zou jij zeg maar juist niet dat, weet je wat, dat droge toiletpapier wat je tegenaan meestal hebt, dat zit gewoon niet lekker. Zorg ook voor irritatie. Weet je, normaal gesproken van het toiletpapier, dan schuur je dat letterlijk langs in plaats van dat je het afveegt. Dat is gewoon niet fijn voor de huid. En je huid is juist zacht en kwetsbaar. Ja, zoals je ziet, onze huid is gewoon natuurlijk daar niet voor gemaakt, voor dat schuurpapier. Dat toiletpapier heb je dat meestal naast tegen je huid aanzet en schuurt dat. Ja, dat is gewoon niet fijn. En dan krijg je ook nog rode plekken of het huid gaat open. En dat heb je bij dit toiletpapier, heb je dat weer niet. Het is gewoon lekker zacht, comfortabel. Nou, geweldig toch. Daar zijn we voor. Ik ben daarvoor om dit natuurlijk, om jou te laten zien dat dit geweldig is. En dit is een mooi spul, dit moet je echt hebben. Dit is echt fantastisch. En weet je, ik zou het aan iedereen aanraden. Ik zou het, als jij hier tevreden bent, zou ik tegen je vrienden, je familieleden zeggen van, hey, dit vind ik geweldig. Dit moet je echt halen. Joh, dit moet je gewoon hebben. Iets wat je gewoon moet hebben. Weet je? En ik gun dingen, mensen mooie dingen. En ik neem aan dat jij mensen ook mooie dingen gunt. Iets moois dat je te bieden hebt. Geef het aan de mensen. En ik geef nu 2 zakken gratis toiletpapier gewoon gratis weg. Als iedereen je haalt. Ik gun mensen echt mooie dingen. Ik gun mensen comfort. Ik gun ook zeg maar, het milieu gewoon biologisch afbreekbaar. Omdat het goed is voor het milieu. Ik gun ook comfort voor jou. Omdat jij natuurlijk voor de mensen. Zodat ze makkelijk naar het toilet kunnen gaan. Zonder last van te hebben van dat droge toiletpapier. Voor het gemak. Het mooie is dat het betaalbaarheid nu de actie zo zorgt dat het scheelt in je portemonnee. En alle euro's schelen gewoon. Want als de perel 2 cent is, nou, dat is toch voordelig. Ik krijg nog 2 zakken gratis. Waar haal je dat vandaan? En ik zeg, profiteer ervan. En hier ben ik voor. En ik ben er voor jullie mensen. Dit is een mooie toevoeging voor de markt wat er is. En dit is het mooie. Geloof mij, dit is echt goed spul. En ja, mooie lancering. En ik hoop dat het een mooie zaak wordt. Ja, perfect. Hey, meneer.
fijne dag. Jazeker. Hoi, tot ziens. Hey. Hoi. Hey, ja.